Nou ja, ik ben hierheen gekomen om, om met deze ploeg te promoveren. En dat is ja, vandaag gelukt, dus dan hebben we het met elkaar goed gedaan. Maar de ploeg lag op sterven en dood toen jij kwam. Je hebt er echt een beetje vuur en leven in gebracht. Ja, maar dat doe je met elkaar. Dat doe je met, daar heb je iedereen voor nodig. En we hebben keihard gewerkt al die maanden. En vanaf dag 1 dat ik binnenkwam, hebben we het over tweede divisie gehad. Elke dag maar weer, elke training, elke wedstrijd die we speelden. Nou, vandaag waren we de 9e minuut vanaf. En ja, dan ging het om winnen vandaag. Nou, en gelukkig hebben we dat gedaan. We hebben Rijnsburg lang laten leven. Te lang. Maar vaak krijg je de deksel op je neus, maar gelukkig vandaag niet gebeurd. Ik krijg heel graag het gevoel dat jij gefocust bent op de tweede divisie. Dat ook in je ploeg hebt willen brengen. En dat je dat ook vandaag terugziet ten opzichte van Rijnsburg. Ja, dat is een mooi compliment. Zo werkt dat ook. Weet je, jij moet, als trainer moet je voorop lopen. En moet je die gasten ja, motiveren. Natuurlijk moet dat uit die gasten zelf komen. Maar je moet laten zien dat je met één ding bezig bent. En dat is promotie. En er werd ook een beetje lacherig over gedaan dat wij op trainingskamp gingen. We zijn daar geweest. Emiel Ratenbald is gisteren bij ons geweest. Mijn aanvoerder heeft in het glas gesprongen. Heb iedereen gezien. Hij nam het voortouw daar. En dat heeft hij vandaag weer gedaan. Dus ja, alle kleine dingetjes helpen om met elkaar het team sterker te maken. En vandaar dat wij ook vandaag mentaal sterk waren. He, na die 1-0 onverwachts, ja, scoorden we in de mum van tijd scoorden we toch weer die 2-1. En eigenlijk hadden we in de rust al klaar moeten zijn. Maar een beetje de verdienste van Emiel Ratenbald dan? Nee, en het helpt met elkaar. Maar ik bedoel meer mee te zeggen, wat daar gebeurd is, ja, dat is bijzonder. Iedereen dacht, mijn aanvoerder is gek, je laat hem toch niet in het glas springen. Daar kan hij morgen niet voetballen. Maar hij nam wel het voortouw. En hij had niks, dus ja, prima. Je had het over trainers moeten voorop lopen om het geloof uit te stralen. Jij loopt vanavond ook voorop, hè, in de Polonaise. Nee, maar dat zie je net, hè. Kijk, voorop lopen met strijd en trainen en wedstrijden. Maar op het moment dat er feest, dan is het hun ook hun feest. En dan moet jij als trainer lekker stapje naar achteren doen. En natuurlijk gaan we dadelijk feesten. En moeten ook genieten. Ook een trainer is een mens. En daar hebben ook de staf keihard aan gewerkt. Dus we zijn een onderdeel van het team. En dat zullen we lekker gaan vieren dadelijk. Veel plezier. Dankjewel.